President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een ontmoeting gehad met China's assistent-minister van Buitenlandse Zaken, Hua Xinying, in Trinidad en Tobago. Dat gebeurde op de 45e CARICOM staatshoofdenvergadering, waarbij de vriendschappelijke bilaterale relatie tussen de twee landen is bevestigd. Suriname herdenkt 170 jaar Chinese immigratie dit jaar en de Surinaamse regering heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Chinese president Xi Jinping uit te nodigen aanwezig te zijn bij de festiviteiten. Santokhi zegt dat Suriname open staat voor investeringen en uitkijkt naar uitbreiding van de relatie met China. Ook heeft de president gisteren een ontmoeting gehad met de speciale presidentiële adviseur Christopher Dodd van de Verenigde Staten van Amerika. Daarbij is er gesproken over de bilaterale relatie tussen Suriname en de VS, evenals de regionale onderwerpen. Een belangrijk onderwerp dat ter sprake kwam was de situatie op Haiti, waar justitie en veiligheid ernstig zijn verstoord. De president heeft voorgesteld dat het internationaal gerechtshof hierin kan interveneren en senator Dodd vroeg om steun van Suriname voor een VN-interventie op Haiti. Daarnaast werd afgesproken dat Suriname gastheer zal zijn voor de volgende OAS-top. Beide delegaties waren het erover eens dat de regionale samenwerking verder verdiept kan worden.